Dit is Diederik de Meeuw. En Diederik de Meeuw is mijn beste vriend. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Maar Diederik is nog steeds mijn beste vriend. Dit is Diederik wanneer hij in mijn tas zit. Boom. Ah! Nee, hij zit op mijn tas, niet in mijn tas. Sorry, Diederik. Maar dat is dus Diederik en hij heeft een leuk hoedje, dus ik kan hem alleen bij bepaalde outfits. Leuk man. Ik weet niet wat deze outfit is trouwens. Het is gewoon, ik zag dat hoedje en ik dacht, oh, hier moet ik wat aan, wat bij aandoen, wat dezelfde kleur is. Dus ah! Dat was een nieuws. Dat meisje is dood. Hier kan je allemaal dingetjes doen. Zoals, Diederik, blijf nou eens een keer bij me. Ah, lekker. Hier kan je... Oh, hallo Diederik. Daar is hij weer. Oh my god, ik word achtervolgd door een mail. Help. Hij heeft me aangevallen. Dood. Weet je wat? Door Diederik ben ik nu... heel erg boos. Ja. Diederik, je bent slecht en ik haat je. Diederik. Door mij wordt Diederik verdrietig. Kijk maar naar de verdriet op zijn gezicht. En als Diederik verdrietig is, word ik natuurlijk ook heel erg verdrietig. Ja, daar moet ik echt van huilen. En nu ga ik jullie een levensverhaal vertellen over Diederik. Nou, toen Diederik klein was, gooide ik hem uit het raam. Toen ging ik op Diederik rijden. Maar dat vond hij ook niet heel erg leuk. Diederik, die ging toen, die viel... Oh, kijk, we gingen met z'n drie tegelijk. Maar Diederik, die ging toen dus bijna dood. En ik dacht, wat heb ik gedaan? Diederik gaat dood. Toen was ik boos op mezelf. Zo van, ik had Diederik nooit uit het raam moeten gooien. Maar toen moest ik best wel lachen, want Diederik die stond gewoon weer op. Ja, was wel leuk. Toen liet ik Diederik aan iedereen zien. Kijk hoe geweldig Diederik is. Diederik is mijn beste vriend. En toen gooide ik Diederik nog een keer uit het raam. Bam! En dat is het levensverhaal van Diederik. Einde van Diederik's levensverhaal. Ik weet niet wat dat was. Het spijt me. Maar we moeten dus... We moeten dus... Oh, wat is dit dan? Oh ja, dat is vuurwerk. Oké, laat maar... We moeten dus... hoefijzertjes zoeken of zo. Als het goed is, moeten al die hoefijzers gewoon hier in Moorland liggen. Want non-star riders mogen ook meedoen. Dankjewel, hè. Maar... Ja, we weten hoe Star Stable is. Geld. Grapje hoor. Ik weet niet waarom ik op mijn fjord rij als ik zoveel andere rassen heb. Maar het zal wel. Echt, ik moet die hoefijzertjes vinden. Want hier heb ik helemaal niks aan. Ik zie mensen met die outfits en zo. En dan denk ik, nou, pot die andere dubbeltjes. Dat wil ik ook. Maar ja. Diederik. Die... Ik ga jullie nog wat dingetjes vertellen over Diederik. En waarom hij zo geweldig is. En beter dan die stomme Alfred. Hier, ja. Ja. Stomme. Maar Diederik is dus veel beter dan Alfred. Want hij zit niet in mijn tas, maar erop. Dus dat is veel minder gewicht voor mijn arme paardje. Die anders zo'n zwaar ding moet vasthalen. Vasthouden! En Diederik, die weegt dus gewoon veel minder. En die zit daar gewoon lekker. Zo van, yo. En hij maakt geen geluidjes of zo. Dus dat is alleen maar fijn voor ons. En dan als hij meegaat, dan vliegt hij. Dus dan kan hij ook niet zeuren dat hij moet... Oh, oké. Okay. Maar hij gaat ook niet door hekken heen of zo. Hij gaat gewoon gezellig, eroverheen. En dat vind ik altijd wel leuk. Want Diederik, ik bedoel Alfred, die gaat dwars door hekken heen. En dat is helemaal niet realistisch. Weet je wel. Als Diederik door iets heen gaat, bijna... Dan Diederik, die gaat dan gewoon hoger vliegen. En dat vind ik wel grappig. Kijk, zie je? Diederik, die is tenminste... Die heeft een beetje humor, weet je wel? En Diederik, die gaat niet zo ontiegelijk debiel lopen. Als je langzaam loopt, dan gaat Diederik gezellig langzaam meevliegen. En die gaat niet als een debiel huppelen, alsof je nog in volle snelheid zit. Diederik die gaat gewoon heel rustig, gezellig met je meelopen. Daar word ik echt blij van.
Ik heb genoeg van deze outfit. Ik wil mijn Halloween outfit. Ja, die heb ik dus in mijn kast gedaan. Auw. Oké, ik ga eens laten zien wat fashion is. Oh, ik ben veel te vroeg erop gegaan. Oeh. Hebben jullie ook soms dat je gewoon in de kleedkamer aan het dansen bent terwijl mensen wachten tot je het podium opkomt? Dat heb ik altijd, elke dag. Hoi queens, dit ben ik. Ik ben jullie absolute koningin en iedereen moet respect hebben voor mij. Oh, ik wil hier graag een 10 voor geven. Goed. Oh yeah. Dit is absoluut een interessante interpretatie van het concept. Ik weet niet wat dat allemaal betekent. Oh my god, Diederik. Ja, Diederik maakt helemaal. Yes queen. Rustig aan cowgirl, dit is een catwalk, geen mechanische stier. Ja, je moeder. Oh, wat is dit? Oh, ja, cool. Aha, dit is een outfit die zelfs indruk maakt op Logon. Kijk dat meisje in de achtergrond. Talia, je bent een eend. Oké, ik heb er wel weer genoeg van gehad. Doei, op die manier van de catwalk springen is geen elegante afsluiting. Tuurlijk wel. Ik wil eigenlijk best wel bij eigen kleding weer terug. Oh. Zou ik even een serieuze outfit aandoen? Of heb ik daar geen zin in? We zien het zo wel. Ja, oké. Dat is niet het ergste wat ik ooit heb aangetrokken. Dus ja, het is goed. Hallo catwalk, daar kom ik dan. Joepie, ja, aanbid mij. Ja. Nou, dat was mijn vet coole video. Tot de volgende keer. Doei!